Moet ik dan hier? Ja. En ik wil jullie de keuze geven om te kiezen tussen ik, wij en zij. Ik heb gekozen voor zij, omdat jaren geleden me met een hoop vrijwilligers onrecht is aangedaan, en heb ik dit geschreven. Wie ben ik, wie zijn wij en wie zijn zij? Wie zijn zij om te zeggen je bent niet goed? Wie zijn zij om te zeggen er moet een andere gloed? Wie zijn zij om grenzen aan een ander aan te geven? Wie zijn zij om naar wat voor doel te streven? Liefde, omarming, behulpzaamheid vervagen alle macht en strijd. Degenen die dat niet begrijpen, zullen altijd blijven strijden. En mijn tweede gedicht is een ode aan een persoon die me heel dierbaar is, die als pleegzoon in mijn gezin geweest is een tijd en die niet goed met het leven kon omgaan. Hij zocht de dood. Hij wist niet hoe te leven. Hij droomde van een nieuw begin. Dat was hem soms gegeven. Geluk dat straalde van hem af, maar voor een korte tijd. De dood zocht hem en liet hem niet met rust. Het pikdonker van de nacht kwam over hem en tot het ochtendgloren danste zijn muziek hem naar hemelse sferen. Verloren strijd. Hij heeft zich in een auto met de uitlaat om het leven gebracht. Nou, dan gaan we dan over tot de orde van de dag. Dat is dat. Gesloten luiken houden het donker van en de regen buiten. Ik wil dat de vogels fluiten, hun nestjes ontsluiten. Ochtendzon begroeten, de zomer in op blote voeten. Niet plassen en vegen in de plensende regen. Ik wil niet ontwaken, de grauwsluier drukt aan. Weer een lentedag van de baan. Regen, regen, regendagen. 1, 5 en 2, 3, 4. Zomer, zomer, zomervragen jagen de dageraad op drift. Noordwestenwinden vagen uit het vuur, uur van ontwaken.